Dag allemaal, welkom aan Clem Ullman hier. Dit is deel 6 alweer van Hoe leg je de Bijbel uit? En vandaag ga ik het over hebben over mogen vrouwen onderricht geven of mogen vrouwen in leiderschapspositie zijn. Want het grote onderwerp dat is eigenlijk hoe leg je de Bijbel uit? En vandaar dat ik hierbij ben gekomen. Vorige week hebben we het gehad in deel 5 over hoe is het dan? Wat zegt Paulus toch dat we vrouwen stil moeten zijn, zwijgen in de gemeente? Ik heb geprobeerd dat uit te leggen, dat je moet kijken naar de context, dat je moet kijken naar hoe het die tijd was. En dus nog één tekst die ik vorige keer ook heb genoemd, in 1 Timotheüs 2, die ik vandaag even wil behandelen, in ieder geval mee wil beginnen. Hoe zit het dan, zul je zeggen, met die tekst, wat staat, wat Paulus zegt tegen Timotheüs? In 1 Timotheüs vers 11 en 12 staat, een vrouw moet zich rustig in alle onderdanigheid laten onderrichten. Ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft. Zij moet zich rustig houden. Zie, daar staat duidelijk dat de vrouw geen onderricht mag geven of ze mag geen gezag over de man hebben. Ze moet zich in alle onderdanigheid laten onderrichten. Weer wat ik zei, je moet de Bijbel uitleggen natuurlijk met wat de rest van de Bijbel daarover zegt. En als je Korinthe een beetje hebt begrepen, dan weet je ook hoe dat in die, wat ik vorige keer genoemd heb, hoe het in die tijd was. Dat vrouwen niks geleerd hadden en dat ze op een bepaald moment tot geloof kwamen en dan samen met die mannen in de huiskamer zaten. En dan begonnen te vragen en dingen wilden weten. En die eigenlijk de flow, de stroom van de Heilige Geest gewoon beïnvloeden en op een verkeerde manier. En dat er geen orde meer was, vandaar dat Paulus zich in Korintiërs zo moet zich stilhouden. Maar dat betekent het hier ook gezag over de man, dat wil zeggen dat ze niet overheerst. Als je kijkt naar het Griekse woord, dan betekent het dat. Ik heb een hele goede app op mijn telefoon, het heet Bible Hub. Gewoon van Bible en een Hub, H-U-B. Kan je gratis downloaden en dan kun je een tekst opzoeken en dan kijken in het Grieks of in het Hebreeuws. Afhankelijk of het Oude of Nieuwe Testament is. En dan kun je die woorden zoeken en dan zie je de betekenissen die het heeft. En de vertalers moesten natuurlijk op een bepaald moment het vertalen en een van die betekenissen gebruiken. Maar soms zaten ze er gewoon naast en dat is heel erg jammer. Oké, het gaat dus niet over het gezag, maar het ging over dat ze overheersten, dat ze domineren. Dat is wat Paulus eigenlijk zegt. Dat ze onderricht geven. Op dat moment wilden zij misschien wel dingen leren, terwijl ze nog niet zo ver waren. Maar Paulus zegt, ze moeten zich eerst rustig houden. En dat wil niet zeggen dat ze niet mochten spreken, maar dat woord rustig houden wil zeggen dat ze kalm moesten zijn en innerlijke kalmte zouden hebben en niet maar voortdurend onrustig waren en maar voortdurend zaten te spreken en dachten dat ze al heel wat weten. Is dat zo dan? Leg ik dat dan goed uit? Of wat zegt Paulus daar nog meer over? Dat is ook een van de regels. Wat zegt, om Bijbel uit te leggen, wat zegt die schrijver over datzelfde onderwerp? Nou, als je even gaat naar 2 Timotheüs, hoofdstuk 2, in vers 2... In vers 1 even, dan zegt hij dan tegen Timotheüs, mijn kind, wees krachtig in de genade in Christus Jezus. Wat je van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen. Hij zegt hier mensen. Trouwens, de Engelse Bijbel zegt vaak mannen, men. Maar je zegt hier mensen en dat is het woord anthropos. En dat betekent inderdaad een mens, iemand van het menselijk geslacht of gewoon, ja, mens eigenlijk. En wat is een mens, iemand van menselijk geslacht, man of vrouw? Vertrouw dat toe aan vertrouwde mannen of vrouwen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. Dus die mannen en die vrouwen kunnen dus ook anderen onderrichten. Dus Paulus moedigt eigenlijk mannen en zowel mannen als vrouwen aan om ook anderen te onderrichten. Als hij van mening was dat vrouwen niet konden onderrichten, dan zou hij niet zeggen hier vertrouw daartoe aan vertrouwde mensen, het woord anthropos. Maar dan zou hij het Griekse woord voor mannen gebruiken, dat is het woord aner, A-N-E-R. En soms wordt dat, dat betekent eigenlijk mannen of echtgenoten. En dat ligt aan de context dat je moet beslissen, worden mannen mee bedoeld of worden daar echtgenoten mee bedoeld. Maar hij gebruikt hier dus anthropos, hè, mensen, mannen of vrouwen. Dus als Paulus helemaal zeker wilde zijn en duidelijk wilde overbrengen dat vrouwen dat niet kunnen zeggen, dan had hij niet het woord anthropos, maar had hij het woord aner gebruikt, mannen. Vertrouwde toe aan betrouwde mannen die in staat zijn, die bekwaam zijn ook anderen te onderwijzen. Maar dat doet hij niet. Hij gebruikt het woord anthropos, wat staat voor mensen, voor mannen, zowel als vrouwen. Dan zeg je, oké. Maar hoe zit het dan met vrouwelijke leiders? Vrouwelijke, kunnen zij oudsten zijn? We hoorden pas nog dat de gemeente, dat de leiders ervan tot de conclusie waren gekomen. Dat vrouwen mochten dan wel spreken enzovoort. De kinderdienst, maar ze mochten geen oudsten zijn. Want de Bijbel zegt dat oudsten, dat het mannen moeten zijn. Is dat zo?
gaan we even naar 1 Timotheus hoofdstuk 3 en vers 1. Ik ben blij trouwens met deze vertaling in vers 1, want hier staat: dit is een betrouwbaar woord, indien iemand staat naar het opzienersambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak. Dat vind ik heel goed. In het Engels staat if a man, een man, en dat is de verkeerde vertaling, want het is niet het woord man. En als je het woordje opzoekt bij de Bijbelhappen in het Grieks, dan staat er het woordje tis, T-I-S. En dat betekent anyone of iedereen of wie dan ook, maakt niet uit wie. Het maakt niet uit wie dan in iemand staat naar het opzienersambt. Hij had ook het woord mannen weer kunnen gebruiken. Hij had het woordje aanher gebruikt. Maar hier gebruikte hij het woordje tis. Dat wil zeggen wie dan ook, iedereen. Wie dan ook, als je staat naar het opzienersambt, dan begin je een voortreffelijke taak. En dan zegt hij: een opziener dan moet zijn onbesproken de man van één vrouw. Ja, zie je, daar heb je het dus al, hè? Hij moet een man zijn van één vrouw. Maar, wat ik zei, het woordje man van één vrouw, het woordje man of echtgenoot, dat is dus niet, dat is het woordje aaner. Dat betekent inderdaad dat er een man moet zijn. Maar je kan het ook vertalen als man of echtgenoot. De man van één vrouw. Waarom zegt hij hier de man van één vrouw? Hij zegt eerst algemeen, oké, iemand staat, wie dan ook staat, het opzienersambt is een voortreffelijke taak. Dat zegt hij, dan moet hij zijn, die persoon moet zijn onbesproken. Is het een man, ik denk dat hij zo bedoelt, dan moet hij één vrouw hebben. Wil dat dan zeggen dat zo'n persoon niet gescheiden mag zijn, wat veel al wel eens gedacht werd? Nee, het wil gewoon zeggen, hij moet op dat moment een man zijn van één vrouw. Dus hij moet niet twee vrouwen of meer vrouwen hebben, wat in die tijd ook wel voorkwam. Hij moet een man zijn van één vrouw. En dan, maar is het, de man van één vrouw nuchter, bezadigd enzovoort. Er staat er in vers 4, een goed bestierder van zijn eigen huis. Dan zeg je, zie je wel, het gaat over mannen. Nee, maar als je weer kijkt naar het Grieks, dat zijn staat er niet. Er staat gewoon die opziende, wie dan ook, moet een goed bestierder zijn van het eigen huis. Zijn, ja, zijn, dat zeg je misschien makkelijk, maar er staat geen zijn in de Griekse tekst. Die met alle waardigheid, zijn staat er ook niet in de Griekse tekst. Zijn kinderen onder tucht houdt. Dus de midden alle waardigheid de kinderen onder tucht houdt. Want indien iemand, weer anyone, zijn eigen huis niet weet te besturen, hoe zou hij dan voor de gemeente Gods kunnen zorgen? Dus hij zegt eigenlijk, iedereen kan man en vrouw zijn. Is het dan een man, een mannelijke leider? Oké, zorg dan dat hij de man is van één vrouw. Je moet, en die persoon moet zijn eigen huis weten te besturen. In alle waardigheid moeten de kinderen onder tucht gehouden worden. In vers 8 zegt hij evenzo, of dezelfde manier, moeten diakenen waardig zijn, niet met twee tongen spreken enzovoort. En dan zegt hij in vers 11, en evenzo, op dezelfde manier moeten vrouwen, hier staat hun, tussen haakjes wil zeggen, dat staat niet in de oorspronkelijke tekst. Dus nu gaat hij over die vrouwelijke leiderspraken, die vrouwelijke opzieners. Zeg, op dezelfde manier moeten vrouwen waardig zijn en geen kwaadsprekers, betrouwbaar in alles. Wauw. Dus eerst zegt hij over de mannen. Oké, mannen, je moet één vrouw hebben als je een opziener wil zijn en leiden. En vrouwen, oké, wees waardig en geen kwaadsprekers, nuchter en betrouwbaar in allen. Want Paulus was ervan overtuigd dat je in Christus gelijk bent. Dat zowel mannen als vrouwen, dat er geen verschil tussen is. Gaan we eventjes kijken. Even naar Titus. Die noemt er ook iets over, de kwalificaties van een leider. Titus, hoofdstuk 1, vers 6. Even kijken hoe dat hier verstaat. Juist. Zoals ik u opdroeg, zegt hij, in alle steden als oudste zult aanstellen mannen die onberispelijk zijn. Nou, mannen, dat staat hier dus ook niet. Even kijken wat ik hier heb. Mannen die onberispelijk zijn. En dan, wacht even, wat zei ik nou? Ik ben even in de war. Titus 1 vers 6. Oh ja, Titus 1 vers 6. Titus 1. Ach, ben ik bij Timotheus, vandaar. Die onberispelijk zijn, één vrouw hebben. Maar hier staat geen mannen, maar hier staat gewoon mensen in het Grieks. Dat was het. Dus als je als oudste aanstellen, moet het mensen zijn die onberispelijk zijn. Dan zijn het mannen, dan moeten ze weer één vrouw hebben, gelovige kinderen hebben enzovoorts. Klopt dat dan met wat ik zeg, met wat de rest van de Bijbel leert? Is dat inderdaad zo dat Paulus zegt, mannen en vrouwen kunnen dat? Zegt hij dat alleen ze stil moesten zijn omdat dat zo was vanwege de context? Omdat die vrouwen niet gewend waren om dat te zeggen? Dat hij daarom zegt, ga je je vrouwen vertellen of vrouwen vragen het aan je echtgenoot als je thuis bent? Kijk dan even welke mensen Paulus had
in zijn team. Als hij ervan overtuigd was dat mannen en vrouwen dat allebei konden. Ga even naar Romeinen hoofdstuk 16. Leg dan het woord uit in het grotere geheel. In vers 1 van hoofdstuk 16 van Romeinen zegt Paulus: ik beveel Febe, onze zuster, tevens dienares de gemeente, bij u aan. Dienares, daar is het woord diaken. Nou, eigenlijk betekent diaken gewoon dienares. Dus hij zegt, Febe is een diaken. Dus iemand die dat inderdaad kan doen. Groet Prisca en Aquila, mijn medearbeiders in Christus. Het was dus een echtpaar, Priscilla en Aquila. Priscilla was de vrouw, Aquila was de man. En eerst wordt vaak de man genoemd, hè, Aquila. Maar op een gegeven moment zie je dat als er over dat echtpaar gesproken wordt, dat Priscilla eerst genoemd wordt en daarna Aquila. En later staat ook inderdaad dat ze beide apostels zijn, als echtpaar apostels, gezondenen. En als je een apostel kan zijn, dan kan je zeker een oudste zijn of een diaken of wat dan ook. Hij zegt, mijn medearbeiders, dus ze werkten samen met Paulus. Dan zegt hij vers 5, groet insgelijks de gemeente bij hen aan huis. Dus Priscilla en Aquila hadden allebei hadden samen een gemeente bij hen aan huis. Dan zegt hij vers 7, groet Andronicus en Junias, dat was een echtpaar. Dan staat die mannen onder de apostelen. Dat is verkeerd. Dat woordje mannen staat er niet. Staat gewoon mensen. Want het was een echtpaar. Dat is Andronicus en Junias. Een man en een vrouw. Zij waren dus onder de apostelen. Vers 12. Groet Tryphena en Tryphosa. Vrouwen die zich moeite hebben gegeven in de Heer. Hij zegt verder. Groet Olympas. Benevens al de heiligen die bij hen zijn. Olympas was een vrouw die bij haar zijn. Die onder haar zorg zijn, staat er in de Engelse Bijbel. En in Colossense 4, vers aan het eind daarvan kun je zien dat Nymphas, groet Nympha, en de gemeente bij haar aan huis. Dus Paulus had vrouwen in zijn team. Hij had vrouwelijke apostels, Priscilla en Aquila, die beveelt hij aan. En Priscilla was een vrouwelijke onderwijzeres. Ze was ook bekend en ze stond in aanzien omdat ze een onderwijzeres was. Dan ga je kijken naar wat zegt verder het woord. Hè? In het Oude Testament gebruikte God vrouwen. Hè? Want dat was toch eigenlijk waar we over spraken. Hoe leg je de Bijbel uit? Nou, je hebt Miriam, de zuster van Aaron. Zij leidde de aanbidding voor het hele land. En ze was een profetes. Dan heb je Deborah. Ze was een richter. Richter zeg je dat. En ook een profetes. Dus zij leidde het hele land. Zij was zeker een leider. Hulda was een profetes. Heb je Esther natuurlijk. Dan staat er in Joël 2 dat God zijn geest zal uitstorten op mannen en vrouwen en uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Staat al in het Oude Verbond. Vrouwen in het Nieuwe Testament, je hebt Elisabeth natuurlijk, ze profiteerde over Maria en Jezus. Over Maria die profiteerde, over Hanna was een profetes. Zij diende de Heer, zeg maar, dag en nacht. Je hebt Febe, heb ik net genoemd. Je had ook nog de dochters van Filippus die profetessen waren. Wow. Dus wat je ziet door de hele Bijbel heen gebruikte God mannen en vrouwen. En Paulus is daar zeker niet tegen. Hij beveelt dat zelfs aan en hij bemoedigt zelfs vrouwen. En het was zelfs zo dat toen Priscilla en Aquila samen met Paulus gingen werken, dat Priscilla op dat moment nog niet haar kwaliteiten had ontdekt en wist dat zij een lerares was. Maar toen ze een tijdje samen hadden gewerkt met Paulus, dat zij meer op de voorgrond ging treden. Omdat Paulus dat zag in haar en omdat hij haar aanmoedigde om de taken en de roepen die op haar lag te vervullen. En daarom kan Paulus ook zeggen in Galaten 3 vers 28 dat er dus geen verschil meer is. Hè, slaaf of vrije. Of het gaat wel man of vrouw, maar het gaat erom wie je bent in Christus. Je huidskleur maakt niet uit, je afgrond maakt niet uit. Hoeveel onderwijs je hebt gehad, maakt niet uit. Maakt niet uit of je een man bent of een vrouw of waar je dan ook geboren bent. Je bent één in Christus. En samen vertegenwoordigen we de Heer. Er is gelijkheid in het lichaam van Christus. Ik hoop dat het een beetje helpt. En ga eens kijken naar BibleHub. BibleHub.com, dan kan je het voor jezelf bestuderen. Dag, tot de volgende keer.